Was dit een van jouw belangrijkste doelpunten in het shirt van Feyenoord tot nu toe? Want belangrijker was dit. Ja, het was een beetje hetzelfde denk ik als Heracles uit. Toen speelden we ook niet echt een goede wedstrijd, maar je wint hem wel met 1-0. Toen was ik ook diegene die kon scoren, dus ik ben blij met de 3 punten. En, je ziet wel, ook al spelen we niet goed, dat er altijd wel 1 mogelijkheid komt waardoor we kunnen scoren. Maar de wedstrijden hiervoor speelden we veel beter en dan win je ook maar net 1-0. Maar vandaag was het niet echt, was geen goede wedstrijd. En, een beetje moeizaam. Je ziet wel, na de 1-0 krijgen we nog een paar mogelijkheden, maar zij krijgen ook een grote kans. Dus ik denk dat het vandaag niet heel goed was, maar ja, je wint en dat is het belangrijkste op dit moment. Een enorme ontlading, hè? Ook na het laatste fluitsignaal. Zat daar toch iets van ongerustheid in van of het wel goed zou komen vandaag? Ja, ik denk wel dat we zelf wel rustig zijn gebleven, maar ja, we maakten gewoon veel verkeerde keuzes. En daardoor kom je niet goed in de wedstrijd, denk ik. En daardoor was het een beetje moeizaam vandaag, maar al met al... snel vergeten en 1-0 gewonnen en dat is het belangrijkste. Eigenlijk is het zo'n wedstrijd waar je maar beter nooit meer over moet praten. Behalve misschien, want dat is wel een sleutelmoment, misschien aan het eind van de rit helemaal, die ene redding van Bert Jones. Ja, tuurlijk. Ik ging gelijk naar de wedstrijd naar hem toe en dat was gewoon een hele goede redding. En ja, dat kan zo bepalen of het hier 1-1 wordt of 1-0 winnen. En, dus we zijn blij dat we gewoon nog steeds de 0 hebben gehouden. We hebben 1-0 gewonnen uit bij ADO. Die vandaag niet als een degradant hebben gespeeld. Die gewoon, hoe ze vandaag hebben gespeeld, wel kans maken om erin te blijven, denk ik. Was je daar toch door verrast, het niveau wat zij dan halen? Ja, het was niet zozeer dat ze het niveau of zo, maar het was gewoon dat zij ons het voetballen moeilijk maakten. En dat we er niet doorheen kwamen. En ze stonden gewoon heel goed. En ze kwamen er ook nog af en toe gevaarlijk uit. Maar ja, wat ik net zeg, het belangrijkste dat we hebben gewonnen. En 3 punten gaan mee. Hadden jullie ook toch weer last van dat kunstgras, wat ook nog eens niet gesproeid was? Dus volgens mij nog trager en stroperiger was dan het al kan zijn? Ja, je kon niet heel snel op tempo spelen, maar ik denk niet dat dat als excuus mag gebruiken. Ik denk dat we vandaag gewoon niet goed waren en dat we deze wedstrijd snel moeten vergeten en op naar PSV. Het allermooiste is dat jullie die 3 punten pakken, dat jij hem scoort, maar jij viert het met jouw coach. En dat toont toch ook weer de eenheid van deze ploeg aan. Ja, tuurlijk. De oma van de coach is overleden en dat weet iedereen nu. En vandaar dat ik hem ook de 3 punten voor vandaag ook wel zeker voor de coach waren. En het is moeilijk in die fase waar hij nu zit, maar we zijn een team en een grote familie en we zijn er gewoon voor elkaar. Het is absurd, hè? Ajax, Feyenoord en PSV winnen allemaal de eerste 6 wedstrijden na de winterstop. Ongekend. Volgende week weten we 1 ding zeker, dat daar een einde aan komt. Ja, daar gaat volgende week een einde aan komen, ja. We spelen volgende week PSV thuis en we hebben veel vertrouwen, maar dat hebben zij ook. Zij winnen de wedstrijden ook. Dus ik heb er zin in, een mooie wedstrijd. Doe je het voor die potjes? Ja, zeker weten.